Ja. Kinderen hebben 4 weken lang gestreden voor de hoogste plekken. En vandaag was gewoon de finale dag. En ja, ze willen allemaal nummer 1 worden. Dat konden er vandaag maar 3 zijn. En ze hebben allemaal weer gestreden en hun best gedaan. Het Egmond toernooi in dorpshuis Hanswijk in Egmond aan den Hoef zit er weer op. De wedstrijddagen voor de voetballende jeugd van Zeevogels, Egmondia en Sint Adelbert eindigden gisteren, zondag 5 februari. Na 4 zondagen. Dit was een recordjaar. We deden 195 kinderen mee. In totaal dus 39 teams. 12 teams bij de minis, 27 bij de pupillen. Ja, dat was een wapenstein. Lange dagen, dat wel. Jullie krijgen allemaal een kleine beker om te houden om jullie slaapkamer te zetten. Het Egmond-toernooi is een vervolg op het Hoeftoernooi. Een naam die niet voor niks is gekozen. Want deze wedstrijden in het verleden waren uitsluitend bedoeld voor de voetballers van Zeevogels. Uit Egmond aan den Hoef dus. Maar vanwege de naderende fusie mogen sinds vorig jaar alle Egmondse voetballertjes meedoen. De sponsoren die komen echt overal vandaan. Vooral dit jaar kwamen ze ook Egmond binnen, Egmond aan Zee. En de oude Hoeven deden ook nog mee, de oude sponsoren. En die verzinnen zelf de teamnamen. En wat is nou eigenlijk vandaag en andere wedstrijden het leukste moment geweest? Ja, de leukste moment zijn gewoon, ook al staan ze 10-0 achter of staat het 1-1 of 0, maakt niet uit. Als de laatste minuut ingaat, dan zie je een spanning op die gastjes komen. En dan gaan ze nog 10 keer zo hard ervoor. Ook al staan ze 10-0 achter, ze kunnen niet meer winnen. Ze blijven gaan dan. Want ze zien dan de klok niet meer lopen en dan wordt het echt op de muziek. Horen ze van, oh, het is bijna af. En ze blijven maar gaan. Dat is het mooiste wat er is. Gewoon die gezichtjes. Volgend jaar gaan we er gewoon weer voor. Weer 5 weekenden. Het is zo geweldig gevoel als je die kinderen ziet. Dat we er gewoon weer volle energie hebben volgend jaar. We kunnen nu al niet wachten. En het gaat nog even door hier het festijn. Ja, we gaan nog even door. We gaan nog even feesten met alle winnaars en de rest van de kinderen. En ikzelf ook. Ik lust ook wel een biertje.